Jij wist dat, hè, pap? Jawel. Normaal gesproken zijn wij met kerst altijd op wintersport. Milou! Je wilt het niet weten wat ik allemaal voor je heb. Hoop ik natuurlijk wel dat 2021 voor ons allemaal beter wordt. Hoi allemaal, wat super leuk dat je kijkt naar deze nieuwe weekvlog. Het is vandaag donderdag 24 december. Ja, dan is het kerstavond. Maar voor mij staat 24 december altijd bekend om de dag dat mijn vader jarig is. Want ja, mijn vader is vandaag jarig. En ik ga daar vandaag nog wel heen, maar vanavond pas, na het eten. Vanochtend dacht ik ga een keertje vroeg mijn bed uit. Of tenminste vroeg. Het is helemaal niet vroeg, maar ik had mijn wekker gezet om 9 uur. Vervolgens nog tot 10 uur doorgeslapen. En toen dacht ik, nu ga ik eruit. Toen ben ik eruit gegaan. Toen ben ik vervolgens echt weer half op de bank in slaap gevallen. Serietje gekeken. Ik heb Temptation even lekker gekeken. Maar goed, ja, het is nu inmiddels 12:30 geloof ik. En ik ben nu pas weer een beetje aan het opstarten. Dus het heeft eigenlijk niet zoveel zin. Ik kan net zo goed in mijn bed kunnen blijven liggen. Maar goed, ik ga nu even make-up opdoen. Ik heb ook een beetje een allergische reactie weer van... Kat. Dit is wel de eerste keer dat mijn ogen weer zo pijn doen. Dus ik zie er nu ook echt ontzettend moe uit daardoor. Omdat ik gewoon oprecht prikkende ogen heb. Maar ik heb al een allergiepilletje ingenomen. Dus die gaat zo meteen wel werken. En ja, ik ga nu even lekker mijn make-up doen. Dus ja. Jij wist dat, hè, pap? Jawel, daarom liet je het opstaan. Maar ook zijn we weer hetzelfde. We komen heel vaak met dezelfde boodschappen thuis. Of we hebben dezelfde ideeën. Maar we laten elkaar ook gewoon... We zitten een kopje in elkaar's lip en dat soort dingen. Dat klopt. Ik denk gewoon... Dat is de waarheid. Ik niet moet proberen te veranderen. Nee, soms is het gewoon wat iets. Ik denk dat het is. Ik ben echt letterlijk al de hele dag aan het wachten op het moment dat ik dit stukje kan filmen voor in de vlog. This is what I mean. Het is inmiddels een paar dagen later. Het is 2 dagen na kerst. Ik heb 3 dagen kerst gevierd. En dat was ontzettend leuk. Maar ik heb qua vloggen heb ik echt, nou ja, geen samenhangend verhaal ervan gemaakt. En gewoon losse beelden gemaakt. Dus ik dacht... Ik ga gewoon even voor de camera zitten en even vertellen wat ik allemaal heb gedaan en hoe mijn kerstdagen eruit hebben gezien. Als eerste kerstavond, 24 december. Die dag was mijn vader jarig, dus ik ben toen naar mijn vader gegaan in de avond. En daar hebben we gewoon lekker op de bank gezeten, aan tafel gezeten, gezellig. En nou ja, dat was gewoon echt wel een hele gezellige avond. Kerstavond is voor ons altijd gewoon eigenlijk meer de verjaardag van mijn vader dan echt kerst. Dus... Ja, misschien ook goed om te vertellen. Ik denk dat de meeste mensen die mij langer volgen dit wel weten. Normaal gesproken zijn wij met kerst altijd op wintersport. Dus ik moet heel eerlijk zeggen dat ik nooit echt het kerstgevoel heel erg heb. Want het klinkt misschien heel gek. Je zou denken dat in Oostenrijk met al het sneeuw om je heen je juist heel erg een kerstgevoel krijgt. Maar om heel eerlijk te zijn heb ik dat eigenlijk juist altijd wat minder. Omdat
Ze zijn daar bijvoorbeeld ook helemaal niet van de overdreven kerstbelichting en dat soort dingen. Dus ik heb nooit echt een super kerstgevoel als ik in Oostenrijk ben. En niet dat ik dat in Nederland dan heel veel meer heb, maar toch wel iets meer doordat je al de kerstbomen hebt staan. En nou ja, ik weet niet, je krijgt toch iets meer een kerstgevoel. Maar wat wel altijd heel leuk is in Oostenrijk is dat we gewoon met heel veel mensen zijn. Dan gaan we wel altijd uit eten met papa en zijn verjaardag en dat is tegelijkertijd natuurlijk ook kerstavond. En nou ja, dat is wel altijd heel leuk. Maar ja, dit jaar dus voor het eerst in denk ik echt 8 jaar dat ik weer thuis ben met kerst. Dus dat is heel leuk. Eerste kerstdag zijn we naar mijn opa en oma gegaan. Wat ook echt heel gezellig was. We zijn gewoon samen gaan eten. Oma had allemaal lekkere hapjes gemaakt. Allemaal verschillende dingen. Dus dat was echt heel erg lief. En ik ben natuurlijk vegetarisch. Dus het is ook allemaal een beetje nieuw voor mijn oma. Maar ze had echt super erg haar best gedaan. En dat ja, vond ik heel leuk. En ja, toen hebben we gewoon op tv gekeken en spelletjes gedaan. Ons favoriete spel Skipbo. Dat spel heb ik echt door oma leren kennen. En ik ben er altijd heel fanatiek in. Ik vind dat echt een heel leuk spelletje. Dus dat hebben we ook nog gedaan. Dus dat was gewoon echt, ja, was echt heel gezellig. En ja, ik zie mijn opa en oma niet heel vaak. Omdat ik natuurlijk eigenlijk in Tilburg nu woon. En ja, daardoor zie ik ze gewoon heel weinig. Dus het was wel gewoon echt heel erg leuk om weer een avondje daar te zijn. De tweede kerstdag hebben we eigenlijk helemaal niks gedaan. Ja, gewoon, ja, sowieso slaap ik elke dag tot 11 uur uit. Voordat ik mijn bed uit ben is het vaak 12 uur. We hebben in de middag nog gebruncht. Dat was ook heel erg leuk met mijn moeder en mijn broertje. Ik zat daarna wel echt stampend vol. En toen dacht ik echt, nu snap ik weer waarom ik eigenlijk nooit broodjes eet. Want echt, ik heb me de hele dag eigenlijk een soort van misselijk gevoeld. En toen gisteren was het derde kerstdag. Of nou ja, dat bestaat natuurlijk eigenlijk niet. Maar dat maken wij er gewoon van. En ik weet of meer mensen dat doen. Dus gewoon derde kerstdag. En toen kwam een collega van mijn moeder. En toen hebben we de cadeautjes uitgepakt. En daar heb ik nog een heel klein stukje van gefilmd. Want we hadden ook een cadeautje voor mijn kat. En dat was echt, nou, ik heb echt gelachen. Dus dat laat ik nu even zien. Loe! Je hebt een cadeau! Heb je een cadeau? Ik moet hem openmaken. Heb je een cadeau? Felix verwendpakket. Leuk! Ik ga het openmaken. Milou! Je wilt het niet weten wat ik allemaal voor je heb. Soep? Moraf? Oh! Zo kan het zitten, meestal gaat hij weg. Playtunes? Party mix? Voor vanavond? Deze vind ik leuk, Milou. En brokjes. Jij bent het meest verwend, hoor. Nou, ben je blij? En een doos om in te zitten. Die is leuk, denk ik. Hier is je doos. Milou gaat al in een doos zitten. Maar goed, dus de cadeautjes eindelijk uitgepakt. En dat was ontzettend leuk. De cadeautjes staan nu achter mij. En ik ga zo meteen nog even laten zien wat ik heb gekregen voor kerst. Want dat leek me wel leuk. En we hebben ook nog de pizzarette gebruikt. Het is zo'n ja, pizza ding waar je mini pizzatjes in kan maken. Een soort steenoventje in het klein. En het is een beetje gourmetten, maar dan met pizza. Dus dat is echt super leuk. En dat was ook echt heel erg lekker. Ja, en dan ga ik nu laten zien wat ik voor kerst heb gekregen. Ik ben er ontzettend blij mee. Ik vind het super lief. En we hadden een soort budget afgesproken. Maar mama die heeft gewoon echt weer veel te veel gekocht eigenlijk. Wat ik echt super lief vind. En ja, ik ga het laten zien. Het eerste wat ik heb gekregen voor kerst is iets wat ik ook had gevraagd. En daar ben ik echt ontzettend blij mee. Dat is namelijk deze staafmixer set. Ja, ja. I'm really a grown up. ja, deze wilde ik heel graag. Dit is een staafmixer set met een beker, een staafmixer, een mixer voor beslag en zo. En een chopper. Hoe zeg je dat in het Nederlands? Hakmolen? Dat is het toch? Die wilde ik dus heel graag hebben. Want ik heb wel een staafmixer thuis, maar ik had bijvoorbeeld nog niet zo'n hakmolen. En zo'n mixer ook niet. Dus nou, dit wilde ik heel graag hebben. Dus daar ben ik echt heel erg blij mee. Dan het volgende. En dat is echt iets waarvan veel van jullie waarschijnlijk denken van, wat moet je daarmee? Maar ik ben er echt ontzettend blij mee. Dat is deze Comfy Leg Pillow. En nou, je kan het wel een beetje zien op het plaatje.
Maar die kan je dus tussen je benen leggen tijdens het slapen. En dan staat er op de doos voor comfortabeler slapen, vermindert pijn en druk op de knieën, heupen en rug. Zorgt voor een rechte ruggengraat, optimale ondersteuning voor de benen. Het biedt maximale ondersteuning. Zachte, comfortabele hoes. Nou, en dit, ik had al een keer eerder gezegd dat ik dit graag wilde, want ik heb wat probleempjes gehad met mijn knieën. En nu had ik elke keer een soort van een kussen tussen mijn benen. Maar ik wist dat er ook dit soort dingen bestonden. En dat had mama opgeslagen en die kwam ze toen tegen. Toen heeft zij dat gekocht. Maar ik heb er vannacht mee geslapen en ik was eerst een beetje van, ja, ik weet niet of dit het gaat zijn. Maar ik heb er oprecht heel lekker mee geslapen. Het is echt heerlijk om je been hier op te leggen en dat het gewoon ook wat hoger ligt. En ik heb het zo tussen mijn, zeg maar, tussen mijn knieën gehad. Of één knie zo erop, zodat die wat hoger ligt dan die andere gestrekt. En nou, ik ben er echt ontzettend blij mee. Oprecht, het slaapt echt heel lekker. Dus, nou ja, ik ben dus echt een beetje een oud wijf aan het worden. Maar ik ben er echt oprecht heel erg blij mee. En dan echt mijn favoriete cadeau die ik heb gehad. Ik had ook al stiekem een beetje aangegeven dat dit wel bovenaan mijn verlanglijstje staat. Nou, ik kreeg er ook nog een Douglas magazine bij en een luchtje, maar dat is niet waar het om gaat. Wel heel leuk, vind ik. Maar ik zal even wat dichterbij komen. Ik heb het Too Faced Natural Matte Palette gevraagd. Ik heb al het Too Faced Natural Eye Palette gehad en daar ben ik echt tot op de dag van vandaag nog heel erg fan van. Maar die is bijna op. Dus toen had ik deze gevraagd. En ik ben er echt zo blij mee. Ik ga hem nu even voor jullie openmaken. Want de verpakking. Alleen daarom al. Echt zo freaking beautiful. Maar dit is de verpakking. Zo mega mooi. Ga ik hem openmaken. Ja, hij is een heel klein beetje vies. Maar volgens mij is dat allemaal niet van de oogschaduw zelf. Maar echt zo mooi. En echt helemaal mijn kleurtjes die ik vaak gebruik op mijn ogen. Ik ben zo verliefd hierop. En het ruikt ook lekker. Dat is heel raar, maar het ruikt dus oprecht naar, ja, ik vind het naar klei ruiken. Maar echt naar dat kinderklei. Het is echt heel lekker ruiken. Dus nou ja. Ik ben er echt zo blij mee. Ik ben alleen wel de hele tijd bang dat ik hem laat vallen. Ik weet niet, maar deze verpakking, hij is ook best wel zwaar. En nou, het is zo mooi. Really excited. Ik vind het echt super mooi. Ik ben echt heel erg blij mee. Dan heb ik ook van mama een massageapparaat gekregen. En dit is een vibrerende, dus die gaat echt zo. Wat een goed voorbeeld. Oké. Maar in ieder geval, dit is niet een massageapparaat met van die balletjes erin. Maar deze trilt echt gewoon heel hard. En hij wordt ook warm. En nou, super lekker. Daar ben ik ook echt helemaal blij mee. Ja, dit had mama een beetje als grapje gekocht. Of zo van, nou, dan kan je dat uitproberen. Maar dit is een microwave pasta cooker. Microwave your food for low fat cooking. En nou ja, ze zei van, ja, ik weet niet of het wat is, maar misschien vind je het wel super chill. Dus nou ja, dat is dus deze bak en daar kan je je pasta in doen. Denk dan met water. En dan kook je het dus in de magnetron. Ik ben er wel een beetje sceptisch over, want ik weet nou niet of dat ook heel goed voor je is. Maar wie weet, voor als je een keer een luie dag hebt, dat het best wel goed werkt. Dus ik ben benieuwd. Dan als allerlaatste heb ik nog dit gekregen. En daar ben ik ook super blij mee. Dit was ook echt iets wat ik al heel lang wilde. Dit is namelijk een rek voor je oorbellen. Daar kan je oorbellen aanhangen, want er zitten allemaal kleine gaatjes in. En ja, dit zocht ik al heel erg lang, maar ik kon nooit echt de goede vinden. En nu had mama deze voor me gekocht. En ik vind hem echt perfect. Ik ben er echt ontzettend blij mee. Dus ik ga nu zo meteen ook even alle oorbellen die ik hier heb eraan hangen. Dus Ja, helemaal blij mee. En dan was dat alles wat ik had gekregen voor kerst. Ik ben er echt ontzettend blij mee. En ik hoop dat jullie allemaal een fijne kerst hebben gehad. Met lekker veel eten en gezelligheid. En ja, ik heb in ieder geval leuke kerstdagen gehad. Dus daar ben ik heel blij mee. Jongens, I did it. Het is 10:04. En ik ben wakker. Gisteren
Nou, eigenlijk de afgelopen week heb ik elke keer tot 11 uur geslapen. Kwam ik 12 uur mijn bed uit. En gisteren was ik daar zo klaar mee. Ik voelde me zo lamlendig en ik was alleen maar moe. En ik wilde niks doen. Toen heb ik tegen mezelf gezegd, morgen ga je er op tijd uit. Nou ja, ik ben er nog niet uit, maar het is 9:55. En ik ga er nu wel uit. Dus ik ben mega trots op mezelf. Hallo allemaal, het is vandaag donderdag 31 december. Dat betekent dat het oud en nieuw is vandaag. Ik weet niet hoe het met jullie zit, maar het boeit me echt zo helemaal niks. Ik weet niet. Ik heb er ook oprecht dat hele moment van 12 uur kan oprecht gestolen worden op dit moment. Oh, mam, ik ben net aan het filmen. Oh, mag ik even je ding lenen? Wat? De massage. Ja, die staat daaronder. Oh, ik weet niet waar ik was. Oké. Kijk. Weet je, oud en nieuw vind ik eigenlijk sowieso nooit echt heel erg leuk. Maar normaal gesproken ga je dan nog naar vrienden en zo. Maar dat doe je nu net. Nou ja, ik doe dat persoonlijk nu ook niet. Dus ik zit nu gewoon thuis met mama. En mama is ook niet echt de persoon die nou echt heel erg oud en nieuw. En ik zelf ook niet echt hoor. Maar daardoor heb ik nu echt gewoon zoiets van, nou, het kan me echt gestolen worden. Klinkt echt heel stom, maar het is wel zo. En ik weet je, ook altijd dat hele reflecteren op 2020 en dan op naar 2021. Ik weet niet, ik heb daar gewoon niet zo heel veel mee om heel eerlijk te zijn. Ik heb gewoon zoiets van, ja, weet je, alles gebeurt en dat laat je weer achter je en dan ga je weer door. En ik weet ook, ik kijk ook niet naar 2021 van, oh, dat gaat vast een veel beter jaar worden. Weet je, ik zie het letterlijk per dag. Ik ben echt iemand die niet meer zoveel vooruit kijkt. En ik probeer gewoon alles met de dag te bekijken. Of met de week. Maar we zien het allemaal wel. En eerlijk gezegd voel ik me best oké nu na heel 2020. Terwijl het was voor mij echt niet een heel fijn jaar. Voor niemand niet, denk ik. Maar bij mij zijn er in mijn privéomstandigheden ook nog extra dingetjes bijgekomen. Wat niet heel fijn is en dat zullen ook meer mensen hebben. Maar goed, ik word trouwens helemaal gek van mijn broertje op de achtergrond. 2020 komt eraan, maar voor mij voelt het gewoon alsof het gewoon weer een net zo normale dag is als nu. Dus weet je, prima, helemaal leuk. Ik ga een oliebol eten straks en dat is mijn Happy New Year. Maar goed, om dit verhaal nog even een beetje af te ronden. Hoop ik natuurlijk wel dat 2021 voor ons allemaal beter wordt, of course. Maar ik denk dat ik er gewoon niet zo'n hele grote lading aan leg en dat ik het allemaal wel zie. En I don't know, zo het jaar afsluiten, ik weet niet, ik ben daar gewoon niet heel erg van. We zien het allemaal wel. Dus goed, nou, ik ga nu eventjes deze weekvlog editen, want dat moet ook gebeuren. Dus dat. Lekker rummie kuppen. Leuk hè. Met Moetie. Ach, zo leuk. Hallo. Zo gezellig hè. Ach. Zo met rummie cup 2021 in. Nou. 8. 7. 6. 5. 4. 3. 2. 1. 0. Happy New Year, man. Happy New Year. Happy New Year. Doei, mam. Doei. Doei. Doei, hè? Was gezellig, ik wilde zeggen. Nou, gelukkig nieuwjaar, een coronakus. Nee, ik ben getest. Oh, ja, maar ik niet. Gelukkig nieuwjaar. Nou, gelukkig nieuwjaar, mam. Zo, nou, het is inmiddels 1 januari en ik heb gisteren echt best wel een leuke avond gehad. Het was heel chill. Ik had ook natuurlijk niet echt plannen gemaakt, maar ik heb met mama dus even rummy cup gespeeld. En daarna was het alweer bijna nieuwjaar. En het was echt hartstikke gezellig eigenlijk. Er werd wel heel veel vuurwerk afgestoken hier. Ik heb wel gezien dat dat door heel Nederland heel erg was. Maar ik heb wel echt super lang nog wakker gelegen, omdat er echt gewoon, sorry hoor. Maar kijk, dat siervuurwerk vind ik echt super leuk. Dat is hartstikke leuk om te zien. Maar die bommen die worden afgestoken. Nou, dat echt niet grappig. Het leek op een gegeven moment net alsof ik in de oorlog zat. Gewoon zo erg dat het was. Dus ik heb echt super slecht geslapen daardoor. Maar ja, weet je, daar dealen we dan maar gewoon mee. Ik hoop dat jullie allemaal een fijne kerst en nieuwjaar hebben gehad.
En ja, laten we met z'n allen gewoon hopen dat dit jaar een wat leuker jaar wordt. Ook al moet ik zeggen dat ik dit jaar niet eens zo heel verschrikkelijk vond. Tuurlijk, niet leuk, dat hele virusgedoe. Maar ik moet zeggen dat ik best wel een oké jaar heb gehad. Met wat dieptepunten, maar ook heel veel geleerd. Dus weet je, zelfs nu vind ik het eigenlijk allemaal nog prima. Bij deze ga ik deze vlog afsluiten. Ik hoop dat jullie het een leuke video vonden. En ja, dan zie ik jullie weer bij de volgende video. Die ik trouwens weer op maandag ga beginnen. Want mijn hoofd kan dit niet zo goed aan. Dus ik ga bij de volgende week vlog gewoon weer van maandag tot zondag filmen. Dus ja, doei doei!